Hi, ik ben Patrick van der Meer, Visual Coach. En in deze video ga ik een VOG aanvragen. Oké, ik heb hier een e-mail gekregen van onze club. Recent zijn er in de diverse sporten wat ongeregeldheden ontdekt die eigenlijk opgelost moeten worden. En een van de manieren om het op te lossen is te zorgen dat iedereen een verklaring heeft van goed gedrag. Oké, hoe krijg je die? Nou, die moet je aanvragen. En in deze video gaan we dat gewoon doen. De laatste keer dat ik hem aanvraag was, alweer in 2017. Nou weet ik niet hoe vaak je dat mag doen, maar het is gratis. Dus als je kader bent bij een sportvereniging en je hebt zo'n verklaring nodig, dan ga je gewoon op avontuur. Nou, hier heb ik een browser geopend. Laten we maar eens gewoon kijken waar we zo'n ding moeten halen. VOG aanvragen. Oh, nou kijk eens, er komt al gelijk hier iets boven. Online je VOG aanvragen. Binnen 1 minuut geregeld. Oh, dat klinkt goed. Daar ben ik wel van. Alright. Bedrijfsinformatie, VOG domein. Even kijken hoor. Waar is die voor nodig? Oké, dat vind ik leuk. Werken bij een organisatiebedrijf, ZPC. ZPC, dat is de club te werk. ZZP. Stage, vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk. Want dat doen we eens wat bij een vereniging. Dat lijkt me een hele goede. Dus vrijwilligerswerk. Ik denk dat dat een aardig is. Naam van het bedrijf. Ik vraag me af of dit de goede plek is. De vorige keer dat ik er was, was er nog meer. Ik ga nog even een browser openen en ik ga even kijken wat daar gebeurt. Ik ga dat compressen. Dus het gaat nu gebeuren. Nou, dat was geen slecht idee om eventjes nog wat verder te googlen. Ik heb even ingetikt VOG vereniging en dan het woord gratis erbij. Dat leek me een aardige. En het eerste wat erbij kwam was allemaal informatie. Dit is op de site gratis VOG. Nou, dat klinkt een beetje als een reclamesite. Ik denk dat is vast niet goed. Dus ik heb even gekeken. Daar kan je allerlei informatie vinden. Ben nog een keertje in Google andere dingen geopend. En toen kwam ik op deze site van de Rijksoverheid. En vervolgens vertelde ze mij op deze site dat ik naar gratis VOG moet gaan. Nou, het klinkt als een of andere goedkope klucht. Maar dit is toch echt het adres blijkbaar waar ik heen moet gaan. Ja, die informatie heeft me geholpen. Verzenden. Zo, zijn ik weer blij. Eens even kijken. Waar was ik gebleven? Dat was dus deze site. Gratis VOG. Ik klik hier gewoon op. Dat is een mooie kop. Wat is gratis VOG? Hulp bieden. Organisatie. Kerk. Vereniging. Duizend dringen voor. Aanmelden. Klinkt ook nog makkelijk, jongens. Een vrijwilligersorganisatie aanmelden voor een regeling gratis VOG. Voor het invullen moet u een KWK-nummer hebben. Oh, de vereniging kan het doen. Gemachtigd zijn om het formulier voor de organisatie in te vullen. Als organisatie te voldoen aan voorwaarden. Oké. Dus dit is, als ik hem wil aanvragen. Als vereniging zal ik hem waarschijnlijk aan mijn leden kan aanbieden. Nou, dat klopt ook wel, want dit heb ik al met de turnvereniging aan de hand gehad. Die gaven mij inderdaad zo'n soort toegang. Dus dat is mooi. Maar wat nou als ik dat zelf gratis wil aanvallen? Vragen, is dat mogelijk? Want dit is duidelijk iets wat de vereniging moet doen. De vereniging kan hier aan beginnen. Kan dan waarschijnlijk lijsten aanleveren met mensen waarvoor ze het willen hebben. Die krijgen dan een e-mail en vervolgens kunnen ze dat hele proces in. Prachtig. Niet wat ik nu op dit moment zoek. Dus ik zet hem even op pauze. Ik ga dus even kijken wat ik nog meer kan vinden. Nou, ik heb nog even verder gegoogeld. En voorlopig, als ik de informatie krijg van de NRC-NSF. Dus ik ben op een gegeven moment hier terecht gekomen bij de NRC-NSF. Daar gaat ook een heel mooi verhaal over wat verenigingen allemaal kunnen doen. Vragen over de regeling. Nou ja, allemaal leuk. Ik had hier weer een mooie link. Aanmelden van de vrijwilligersorganisatie. Formulier invullen. Nou, ik kwam in ieder geval hier terecht. En ook hier gaat het weer over dat de vereniging zich mag aanmelden en moet voldoen aan voorwaarden. Een mooie aanmeldingsformulier. E-herkenning, dat vind ik nog interessant. Dus te vergelijken met een DigiD, maar dan voor organisaties. Oké, dat is ook iets dat de vereniging daar moet aanvragen. Moet dus iemand in de vereniging, in dit geval de vereniging waar ik zit, ZPC Amersfoort, moet zich daar druk over maken. Nou, het is nog niet zo makkelijk om zomaar even een VOG ergens aan te slepen. Voor mezelf. Zonder dat ik last heb van een ander. Eens even kijken. Ik ben natuurlijk nog niet helemaal onbeholpen. Dus ik ga er toch nog een keertje verder naar kijken. Ik ga terug naar deze eerste site waar ik die VOG kon aanvragen. En ik had hier al ingevuld dat ik dat deed voor vrijwilligerswerk. Nou, ik moest de naam van het bedrijf aangeven. Ja, dat doe ik dan maar even gewoon ZPC Amersfoort of zo, weet ik veel. Locatiebedrijf Amersfoort. Volgende.
opslaan en laten doorgaan? Nee, volgen nog aan. Wat vinden onze klanten? Vlogdomein NL. Wat is nou weer vlogdomein NL? Oh, vog. Niet vlog. Oké, okay. Stupid. Oké, okay. Volgende. Ik dacht, nou, vlogdomein. Ik denk, nou, dat is er een of andere vage site. Laat een mooie hoofdletter erin zitten. Het kan zijn dat ik het even allemaal een beetje afblok. Dat niet iedereen dit leest. Nou, aan de andere kant is het ook geen groot geheim eigenlijk. Ik hoop dat ik niet te veel domme e-mails krijg. Maar als je natuurlijk gewoon echt een vraag hebt, dan kan je beter onder deze video even wat posten. Daar wordt het zeker gelezen. Aan het werk bij vereniging ZPC Amersfoort. Oh, Amersfoort. Als kaderlid. Screeningsprofiel, weet ik niet. Algemene screeningsprofiel, specifieke screeningsprofiel. Geen idee. Selecteren wij voor u. Oké, okay, vind ik helemaal goed. Next. Betaalmethode. Oh, ik heb PayPal. Oh, ik wil ook Ideal. Dat ga ik niet meer doen eigenlijk. Vind ik wel leuk. Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden. Betaal en verzend. Oké, okay, dat kost dus blijkbaar 39 euro. Nou, dit is een reden waarom eigenlijk de vereniging dit zou willen doen. Want nu ga ik dit doen. Maar, dat is een leuk experiment. Gave video. Kunnen jullie ook wat van leren. Maar dan moet er een manier zijn om het gratis te doen. En dat gaat dus blijkbaar via de vereniging. Dus die vereniging zal dit avontuur ook een keer moeten aangaan. Alright, oké. Okay. Betaal en verzend. Nou, hoop maar dat ze dat goed doen. Tada. Oh nee, heb ik natuurlijk niet nodig. Ik heb gewoon mijn telefoon natuurlijk. Ik heb een app op mijn telefoon om dat te doen. Kijk, daar heb ik dus een mooie manier om het te doen. Dan kiezen. Die vraagt gewoon van, joh, dit is een officiële app. Wil je eventjes je inloggen? Nou, met een vingerafdruk. Nou, uit mijn avontuur kan je natuurlijk leren. Eens even kijken. Ook daar zit in de app zit weer een QR-code scanner. Dus even kijken of deze het dan beter wil doen. Oeh, login. Ja, yeah. Dit lijkt wat. Oh, dan moet ik een code ingeven. P. Tada! Oh, betaling succesvol. €39,95 en ik heb een VOG. Tenminste, dat heb ik nog niet. Nou gaan ze me checken. En ik krijg per e-mail krijg ik dat aangestuurd. Nou, dat was niet al te moeilijk. Het kost dan €39 zoveel. Maar daarmee ben ik dan wel eventjes het voorbeeld voor de andere coaches van mijn afdeling. Die zeggen van, joh, VOG, waarvoor zakt dan dat? Ja, dat hebben we nodig. Als wij betrouwen willen overkomen, dan zorgen wij dat zo'n ding hebben. En dan moet hij ook nog kloppen. Nou, nou maar hopen dat ik ook nog dit jaar coach word als ik dat ding met de VOG maar goed is. Ik vind dat wij als afdeling dat die VOG-informatie moeten publiceren ergens op de website. En dan er ergens staat zo van deze coach VOG in afgekeurd niet, want dan zet gewoon in, komt iemand op de lijst. Goedgekeurd en dan een datum erbij. Dat we weten wanneer het laatste VOG goedgekeurd is. Nou weet ik dat er op die VOG voor allerlei soorten categorieën ook dingen gelden. Zo van je mag. Je bent wel zeg maar veilig genoeg voor dit, maar niet veilig genoeg voor dat. Dat ga ik nog ontdekken. Als ik dat formulier heb, dan zal ik daar zeker nog misschien wel even ook in een klein commentaar overgeven. Dan kan ik het laten zien wat er allemaal op staat en hoe het allemaal werkt. Ik denk dat ze even op de site op dat zoekt op een VOG bijvoorbeeld, dat je misschien wel dat soort teksten eigenlijk gewoon kan lezen. What the heck? Ik ben bezig. Dat moet toch te doen zijn. Tekst van een VOG. Kom op. Tekst van een VOG. Voorbeeld van een VOG. Ha. Nou, kijk dan. Opkoop van schadevoertuigen bij verzekeringscriminaliteit. Wat de hel is dit? Verklaring omtrent het gedrag. Oké, dat is nog een vergelijkbaar VOG.
OG voor staat. Oké. Okay. Maakt ook niet uit. Ik denk dat dit het einde is van deze video. En misschien dat u nog maar een klein vervolg krijgt. Als je je commentaar wilt geven, of als je hele goede ideeën hebt, of een betere voorbeeldvideo weet, link die onderin in de chat. En dan kunnen anderen daar misschien, nou ja, energie uit halen om ook zelf zo'n vocht even aan te schaffen.